Mensenrechten zijn voor iedereen. De mensenrechten zijn voor iedereen. De mensenrechten zijn. Er is jaren aan gewerkt en voor gestreden. Ze zijn niet zo vanzelfsprekend als je dacht. Niet als de zon, niet net zo onomstreden als de dag die volgt op de nacht. Ze moeten heel voorzichtig worden doorgegeven als een kwets- en kostbaar schilderij. Ze zijn de kern van een waardig mensenleven, misschien nog wel belangrijker dan jij. Ze zijn niet alleen voor blanke vetgemesten, de innerluie lichtstoelliggers in dit land, die met een ghettoblaaster naast wat etensresten urenlang liggen te bakken op het strand. Ze zijn niet voorbehouden aan Amerikanen of aan westerlingen in het algemeen. Ze zijn ook voor Chinezen en voor Tibetanen. De mensenrechten zijn voor iedereen. Ze zijn voor Ali in zijn hut in Mansjoerije. Ze zijn voor Janna op de vlucht in de Sahel. Ze zijn voor mannen die met mannen willen vrijen. En voor een vrouw die wordt betrapt op overspel. Ze zijn voor deelnemers aan laffe moordpartijen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ze zijn voor meesters, knechten en lakeien. De mensenrechten zijn voor iedereen. En natuurlijk is het goed om te onthechten. Oud ijzer is vaak net zo zwaar als lood. Maar soms ook is het tijd om pleiten te beslechten. Soms moeten mensen met de billen bloot. Soms is er iets de moeite waard om voor te vechten. Al ben je nog zo jong of slecht ter been. Geen mens ter wereld heeft geen mensenrechten. De mensenrechten zijn voor iedereen. Ze zijn voor Ali in zijn hut in Mansjoerije. Ze zijn voor Janna op de vlucht in de Sahel. Ze zijn voor mannen die met mannen willen vrijen. En voor een vrouw die wordt betrapt op overspel. Ze zijn voor deelnemers aan laffe moordpartijen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ze zijn voor meesters, knechten en lakeien.